tenminste, is dan op de hoogte zien. Mensen, wat fijn dat u weer met zoveel aanwezig bent bij de opening van de Geuzennaald. Toen ik na 10 januari een beetje bekomen was van de schrik dat ik poorten van het jaar was geworden, dacht ik, ops, dan moet ik de Geuzennaald openen. En nog wel de 25e. Wat moet ik doen of zeggen? Er zijn al zoveel openingen geweest. Er is al zoveel over ons gezegd. En dat wij de grootste sponsor van het 1 aprilfeest zijn, dat weet iedereen wel. Toen dacht ik, een cadeautje voor de naaidames. Zonder ons zou de 25 jaar niet zijn gehaald. Dus ik heb een herinnering laten maken voor dit feit. Ik wil Anne, Lieneke, Kok, Toke, Joke, Corrie en Nelly naar voren vragen. Nou, een grootste gedeelte staat hier al. Nelly, wil je ook hierheen komen? Kok. Ja, hoi, Kok. Kok is onze regelaar. Zij knipt alles en zorgt dat wij het hele seizoen kunnen naaien. Ook zorgt ze dat er voldoende stof, garen en band en kant is. Verder naait ze nog heel veel thuis. Oh. Anne lokt alle dames, heren en kinderbloes in elkaar en breidt thuis vele mutsen. Dankjewel. Lieneke, die alle rokken, broeken, baretten, schorten enzovoorts in elkaar lokt. Die doet dus ook alleen maar lokken. Ja, nou, zeer zeker. Maar heel veel duizend geven. Heel leuk. Agaat, waar is Agaat? Oh, die hokt. Die thuis alle mooie kinderjurkjes maakt en nog veel meer. Vele stola's haakt en hier in het bastion alles wat er te naaien valt in elkaar zet. Dankjewel. Toke is weer iemand die alles in elkaar zet wat er voorhanden is. Maar ze is gespecialiseerd in damesbloezen. Corrie, onmisbaar voor ons. Alle elastiek wat er geregen moet worden, en dat is heel veel, ja, dat doet zij. Ja. En ik kan u verzekeren, dat is een hele klus en we zijn heel blij mee. Ja, ja. Niet blij. Jawel, heel blij. Heel blij. Nee, dank je wel. Zo rotwerk. Joke komt later, maar die is gespecialiseerd in jongens, heren en bootbloezen. Heren bootbloezen. Het enige wat ze, dat is de enige die geen fluweel naait. Nelly. Nelly naait de kostuums voor het spel en nog voor vele anderen. En voor de Geuzennaald, de mooie jurken. En pak. Ik ga mijn ketting halen. Dan wil ik ook Johan graag even hier hebben. Johan zorgt ervoor dat wij iedere maandag er lekker warm bij zitten. Verder houdt hij de naaimachine schoon. En als we een probleem hebben, bellen Johan en hij lost het op. Ook zorgt hij als de winkel open is op zaterdag voor een lekkere lunch. Asje. En dan tot slot Chris. Is het er ook? Als penningmeester, vuilnisman en ook rij je altijd als we naar de groothandel of naar de markt gaan. Dankjewel. Beste mensen, graag een applaus voor dit team. En jou niet geweldig. Ja? Gaan we rond? Dan verklaar ik nu de Geuzennaald voor geopend. Ik ben binnen. Hier geen drink binnen, hè? Niet die bocht uit de vaart. Ja, dat zijn de deur. De eerste deur. Ja, ja, ja. Recht vooruit in de ingang. Dan mag je wel net. Zo, kijk. Ja, dat is even een beetje uitzoeken. Gaat dat maar? Beter dan die andere. Meen je dat? Ja. Dat was hem.